dames en heren. Wij doen ons project over Zwerfvuil en gaan daar iets over vertellen. Zie je dit hier? Zoveel vervuiling doet de mens aan in de natuur. Wij gaan jullie nu wat weetjes vertellen over Zwerfvuil. Wist je dat het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in Nederland ieder jaar ongeveer 250 miljoen euro kost? Wist je dat er naar schatting 4,7 miljoen ton plastic in de zee belandt? Dat is gemiddeld 12.000 ton per dag. Wist je dat per jaar 9 miljard sigarettenpeuken op straat belanden? Per roker zijn dat er 6 à 7 peuken per dag. 2.500 per jaar. Ja, het is goed. Ga door. Wist je dat er wereldwijd ongeveer 1 triljard plastic tasjes per jaar werden verbruikt? Dat zijn ongeveer 1 miljoen tasjes per minuut. Een plastic tasje wordt gemiddeld maar 15 minuten gebruikt. De mens is vooral de oorzaak van zwerfvuil, maar de mens heeft niet door dat dit schadelijk kan zijn voor de dieren en de natuur. Als de dieren iets van het zwerfvuil eten, kunnen ze daaraan sterven. Zoals de herten, zoals ze hier zitten, en de lama's. Dit was ons filmpje over zwerfvuil. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er wat van geleerd hebben. Tot later!